Ik ben Julia, 19 jaar. Ik kom uit Maastricht en ik doe momenteel de bachelor in psychologie. Ik vond het altijd wel interessant om uit te vinden hoe mensen nou eigenlijk informatie tot zich nemen, hoe we leren, ook in groepsvormen. En ja, goed, dat is iets wat deze studie heel erg uitgebreid aanbiedt in allerlei vormen. Dus het heeft een hele neurologische achtergrondbasis. Maar zelfs daarna, stel je wilt het onderwijs in, dan kun je al die kennis uiteindelijk wel in elk aspect toepassen. En dat is wat mij nou echt heel erg aantrok op deze bachelorstudie. Ik ben eigenlijk in Maastricht gebleven vanwege het probleemgestuurd onderwijssysteem. Dus het houdt in dat we met medestudenten over allerlei actuele zaken in de wereld eigenlijk in gesprek gaan. Ook op basis van de lesstof. En dat past gewoon echt bij mij, want ik vind interactie heel belangrijk en ook heel erg leerzaam. Ook om andere perspectieven mee te krijgen. Maar bovenal ben ik echt gewoon geen lecturemens. Dus deze afwisseling is voor mij gewoon perfect. Ja, mijn extra mile was eigenlijk best wel simpel. Leren, leren. Omdat ik zelf vond dat toen ik naar de universiteit ging, dat het echt een overvloed aan informatie was. En dat kon ik zelf niet echt altijd handelen. Dus mijn zoektocht op dit moment is eigenlijk gewoon wat werkt voor mij. En wat kunnen effectieve leermethoden zijn. Dus als jij misschien ook wat meer hierover wilt weten, dan zou ik je zeker adviseren om een Instagram-account in de gaten te houden. Dus, ben jij nou echt benieuwd naar de meest effectieve leermethoden die je kunt toepassen in je eigen leven? Of simpelweg hoe studentenleven in Maastricht er nou eigenlijk echt uitziet? Volg mij dan op Instagram en dan laat ik je alles van A tot Z zien. Hopelijk zie je daar.